De gastric bypass is een van de meest uitgevoerde operaties bij mensen met ernstig overgewicht. Bij een gastric bypass wordt de maag kleiner gemaakt. Ook wordt een stuk van de darm omgeleid. Vandaar de naam bypass, wat omleiding betekent. Een gastric bypass wordt door middel van een kijkoperatie uitgevoerd. Eerst wordt de buik opgeblazen met gas. Hierdoor ontstaat er ruimte in de buik, waardoor de chirurg goed bij de organen kan. Er worden totaal vijf kleine gaatjes in de buik gemaakt. In deze gaatjes worden holle buisjes geplaatst. Door één van de buisjes gaat een camera. Door de andere buisjes gaan instrumenten om de operatie uit te kunnen voeren. Eerst maakt de chirurg het bovenste deel van de maag los van de rest van de maag. Hierdoor ontstaat er een klein maagzakje. Het verdelen van de maag doet hij met behulp van nietjes. Deze kleine nietjes blijven in het lichaam. Het kleine maagzakje dat ontstaat wordt ook wel de maagpouch genoemd. De verkleinde maag of pouch heeft de grootte van ongeveer een kiwi. Hierdoor kun je minder eten. Vervolgens neemt de chirurg de dunne darm verderop door. Dan wordt de dunne darm aan de kleine nieuwe maag gehecht. De uitgeschakelde restmaag blijft in het lichaam. Deze is straks weer belangrijk voor de vertering van het voedsel. Aan deze oude maag zit nog een deel van de dunne darm. Het einde van deze darm wordt verderop in het spijsverteringskanaal weer vastgemaakt aan de dunne darm die aan het kleine maagje zit. Na een gastric bypass gaat het voedsel direct van de slokdarm door het maagje naar de dunne darm. Vanuit de restmaag worden verteringssappen van de gal- en alvleesklier toegevoegd aan het voedsel. Vanaf hier begint pas de vertering en de opname van de voedingsstoffen. De aanpassingen van het maag-darmstelsel zorgen ook voor hormonale veranderingen. Je zult merken dat je minder honger hebt en eerder vol zit. Door een gastric bypass ga je dus minder eten, kun je minder voedingsstoffen opnemen en heb je minder hongergevoel. Dit alles samen zorgt ervoor dat je afvalt. Toch is deze operatie slechts een hulpmiddel en geen snelle oplossing. Het belangrijkste is het veranderen van je leefstijl.